Wat gaat er gebeuren in de Tweede Kamer deze week? Een antwoord daarop kunt u krijgen in een nieuwe uitzending van Bert's Politieke Barometer. Het afgelopen politieke seizoen, dus voor de zomervakantie, heb ik een aantal malen mijn visie op de actuele politiek mogen geven, met name bij Blackbox TV. Een aantal voorspellingen die daarin gedaan zijn, kwamen wonderbaarlijk snel uit. Te denken valt aan de stikstofkaart die niet deugde en de erbarmelijke toestand van het CDA in de politieke peilingen. Dit seizoen wil ik graag een nieuwe, frisse start maken. Ook op wens eigenlijk van YouTube, want men wil graag wat meer creatieve inbreng van mij hebben. Er is daarom een nieuw mobiel decor, nieuwe verlichting en een nieuw jasje voor dit seizoen. De Tweede Kamer had zichzelf een riante zomervakantie toebedeeld van maar liefst 9,5 week. Dit na de kerstreces, die ook al 4 weken duurde. De Tweede Kamer heeft dus normaal gesproken minstens 2 keer zoveel vakantie als de normale burger. En helemaal niet te spreken van de agrariërs, die met name de veehouders, die gewoon eigenlijk iedere dag moeten werken. En dat komt nog bij dat de Tweede Kamer ook nog hoofdzakelijk actief is van dinsdag tot en met donderdag. Op maandag en vrijdag zijn heel weinig debatten. Dus men heeft eigenlijk 2 keer zo lang vakantie als de normale burger. Toen aan het begin van de boerenonrusten Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt vroegen om de Kamer terug te roepen van reces, vond men de eigen vakantie belangrijker. Nu heeft echter Wopke Hoekstra in lichte paniek door de slechte positie van de CDA in de peilingen verklaard dat wat hem betreft de stikstofdoelen niet meer heilig zijn. Let op, Mona Keizer is voor minder ontslagen. Nu heeft Geert Wilders verzocht om het zomerreces te onderbreken. En nu het om politici zelf gaat, vindt de Tweede Kamer het wel oké om terug te komen. Dus voor de boeren doen ze het niet, maar voor Hoekstra komen ze wel graag terug. Mijn voorspelling. Rutte heeft zowel Hoekstra als Kaag veel te hard nodig om nog aan de macht te kunnen blijven. Dus in principe komt Hoekstra hiermee weg. Mona Keizer mocht geen eigen mening ventileren, maar Hoekstra wel. Van Hoekstra is dit een doorzichtig charme-offensief richting de agrarische sector om in een wanhopige poging iets te doen aan de slechte peilingen van het CDA. Geert Wilders gaat er morgen keihard in. Die zal vragen om het kabinet op te laten stappen en zal mogelijk een motie van wantrouwen of afkeuring indienen, die waarschijnlijk niet gehonoreerd gaat worden, want de grote partijen hebben daar geen belang bij. Caroline van der Plas zal wijze woorden uitspreken en Omtzigt zal zich afvragen hoe de politiek het beschaamde vertrouwen wil herstellen met dit soort methodes. Forum voor Democratie gaat de verantwoordelijkheid bij Brussel en bij het World Economic Forum leggen en Gündoğan die komt niet opdagen. Dit zijn mijn voorspellingen voor deze week. We zullen dinsdag 23 augustus zien hoe het uitpakt. Tot de volgende aflevering. Thank you.